De voorlaatste. Word je weder? Een post-Olympische weemoed dreigt. Ik ga dinsdag naar Plankendaal. Dat zal toch veel goed maken ook. Mm-hmm. Dinsdag Plankendaal. Ja. Decompressie. Ja, dat moet gebeuren. Dit is Café Olympique, een Olympische nieuwsbladpodcast. Ja, nee, ik vind dat dus grote kunst. Hè. Ik wil daar twee, drie vleugels van het Louvre voor inruilen qua kippenvel. Twee vleugels? Ja. Per centimeter. Ja. Echt grote kunst. Grote kunst, ja. Ik ben Janko en dit is de 16e aflevering van onze dagelijkse podcast over de Olympische Spelen in Parijs. Welkom. We gaan de laatste rechte lijn van onze marathon in. En we, dat zijn nog altijd Frank Raas. Dag Frank. Dag Janko. En collega Mark Vermeijren. Dag Mark. Dag Janko, dag Frank. Dag Mark. Over Bashir Abdi hebben we het gisteren natuurlijk al uitgebreid gehad. Na een geniale ingeving van Frank. Maar daarna helaas geen medailles meer. Alweer een vierde plaats wel voor de Belgian Tornadoes, onze 4x400 meter mannen. Zou Alexander Doom het verschil hebben gemaakt? Want die liep niet mee. Hè? Nee. 2 seconden achter op ploeg 3. Ja, je meet me het zouden in de tijden, maar Dome dat had toch wel een verschil gemaakt, denk ik. Een verschil. Maar niet, misschien geen medaille, hè, dat ga ik niet zeggen. Maar, want we zullen dat nooit weten, want hij liep niet mee. Maar ja, dat is wel jammer, blijft jammer. Maar natuurlijk, dat soort atleten moet veel te veel lopen. Hè. Dat is het Femke Bolt-syndroom. Mm-hmm. Dat is te veel. Hè. De Amerikanen die zitten gewoon een nieuwe ploeg. Die hadden daar een topatleet. Dus dat is het grote verschil. Hè. Die kleinere landen, zoals België is, die vijver is klein. Mm-hmm. En dan moet Mabie, pas op, die jongen deed dat echt goed. Mm-hmm. Wel, die Mabie, die laatste rechter. Die knokte zich, die bleef zich inzetten. En maar vierde. Maar het is ook het einde van het tijdperk Borlée nu stilaan. Ja. Allee, zal er nog eentje, Dylan, die zal nog wel even doorgaan. En die liep ook sterk gisteren. En ik vind het ook wel raar dat Kevin Borlée nadien toch weer wat zuur reageerde. Zo. Ja, ik krijg alleen maar negatieve vragen. We kunnen toch niet zeggen dat wij journalisten dan de Borlée's niet in de lucht gestoken hebben. Nee, jaren aan een stuk. Toch? Altijd bewondering voor Jacques Borlée, zijn organisatietalent, zijn tactisch vermogen. Ja. Permanent en dan toch zo'n soort, dat blijkt toch diep te zitten bij veel sporters dat de wereld tegen hen is. En dat is niet waar. Nee. De Borlée's krijgen, laat ons zeggen, 95-97% lof altijd. En wat dat die nu nog doen, die lopen spelen na spelen en kampioenschappen en presteren altijd. Wij zeggen dat ook altijd, maar dan toch is er zoiets van, ze zijn tegen ons. Dat is niet waar. Wij zijn niet voor waar. De Borlée's. Ja, absoluut. Als ze luisteren, dan weten chapeau, dat bij chapeau, deze. Chapeau voor de Borlée's. Jonathan, allemaal. Dylan, als er nog zou zijn, Olivia, noem maar op. Mark, is er leven na de Borlée's? Dat project draagt al anderhalf decennium. Dus, je zit met Doom, die beter is dan de Borlée's ooit zijn geweest. Ze biedt horen het werk pas op. Dat pikt dan. Hè. En, Doom en de Borlée's, dat was niet echt het goede huwelijk. Dus in dat Humo-interview onlangs, dan steekt hij wel. Ik heb sneller gelopen dan de Borlée's ooit gedaan hebben. En dat prikt wel valt bij de Borlée's. Maar, dat is ook de vooruitgang. Hè. Inderdaad, ja, goed. En het is opnieuw een nationaal record toch ook. Weer. Ja, moet even ook, toch vermelden. Zonder Dome. Zonder Dome, inderdaad. Ja. Vierde keer. Daar zit een zekere tragiek ook in. Ze hebben alles gewonnen op alle kampioenschappen. Continentaal, indoor, outdoor, whatever. Maar niet Olympische Spelen. Maar net de graal hebben ze dus net niet bereikt. Hè. Maar ja. Dus, Jonathan Sakor, moet ik zeggen, die heeft stappen gezet. Hè? Ja. Gelukkig twee jaar blijven hangen. Anders geraakt hij niet. De fiets mag niet. Dat is waar. Ik bedoel, die heeft echt wel een vooruitgang geboekt, zal ik het zeggen. Absoluut. En die straalde ook. Hè? Ik bedoel, in die interviews, die een soort zelfzekerheid, maar toch ook wel slim en realistisch. Ja. Dat is leuk, die atleten om te spelen. Helemaal anders dan in het voetbal, waar we soms veel communicatie krijgen. Dat heb ik niet gezegd. En zoals we Doom niet kunnen missen bij de mannen, kunnen we Bolingo niet missen bij de vrouwen. Nee, dus Cynthia. Op hun plek, bij de cheetahs. Zevende, Goed, dat is hun plek, ja. Wel nog 7 op 10 gekregen in het rapport van Mark, maar meer zat er niet in de zevende plaats, begrijp ik dan. Dit is duidelijk geen limiet. Hè. Ze hebben dan geen nationaal record. Dat is altijd zo op het grootste moment. Hè. Dat had je in het zwemmen bijvoorbeeld ook. Ja. Dat wordt ook afgemeten aan hou je je personal best. En dit hebben ze dus niet gedaan. De cheetahs, maar goed, zevende, goed. Een finale, ja. Knap. Finale, ja. Knap, ja. Er zijn niet zo extreem veel landen die daar inschrijven. Hè. Nee. Dus je zit al vlug in de series en enzovoort. Maar ook die wereld...
is geen wereldrecord dat ze gelopen hebben, de meisjes van de USA. 1/10 boven het wereldrecord. Dat staat van 1985 op naam van een Russisch kwartet. Dat is ook weer uit een wat duistere periode dat dat nog dateert. Ze zaten nu 1/10 boven, maar ze hadden 2 Olympische kampioenen erbij ingeschreven. Die McLaughlin, dat is echt... fantastisch atleten, misschien wel de atleten van, ah, er zijn er nog, Chebet en Kipiagon en zo, dat is ook, maar op die en ook Gabby Thomas, mijn chouchou, die liep ook weer mee, 200 meter, die loopt nu de 400, die lopen tijden, die McLaughlin heeft daar 47 ingelopen, hè, in een splittijd, dat is allee, 3 straten voorsprong, hè, dus dat is fenomenaal. Over gouden medailles gesproken, het meest besproken nummer op de atletiekavond was het hoogspringen bij de mannen. Vreemd, er was veel te doen over de gouden medaille die al dan niet gedeeld zou worden. In Tokio, 3 jaar geleden, was er een gelijkaardige situatie met Italiaan Tamberi en de Qatarese Barshim. Die hebben er toen voor gekozen om te stoppen met springen en het goud te delen. Dat is mooi. Maar nu hebben de Nieuw-Zeelander Hamish Kerr en de Amerikaan Shelby McEwen anders beslist. Toch, Frank? Ja, zeer zeker. Ja. Dus een soort spring-off. Dat is te vergelijken met penalties of verlengingen. Mm-hmm. Dus ja, dan springen ze nog 1 keer op dezelfde hoogte. Dat ging niet. Uiteindelijk zijn ze moeten zakken tot 2,34. En dat was de indruk dat de Amerikaan dat vooral wou. Maar blijkbaar is het toch dat ze het allebei wilden. Dat ze samen hebben beslist, blijkbaar. Ja, ze toch wel samen beslist hebben om dat te doen. Maar ja, de vermoeidheid treedt toe, de stress. Die Amerikaan ook, die wilde dan geen applaus, dan weer wel applaus bij het springen. Maar het straffen is, vind ik, Eddy Anijs is nu nog altijd Belgisch recordhouder. Ja. Ook gesprongen in 1985. Met 2,36 meter. Die had een medaille gehad. Dus, hè. Misschien zelfs een gouden. Of zelf. Ja, dat is gewoon zo. Die heeft ook nog eens 34 gesprongen. Maar die heeft dat gedaan ergens in een kleine meeting in Gent. Je moet dat natuurlijk dat doen. Is zeker in Gent? Ja, in de buurt, in de buurt van Gent. Ja, ja. Ja. Een kleine meeting, zo ergens op een zondag. En dat kwam binnen. Ik weet nog goed, ik werkte toen nog bij de radio. Dat kwam binnen. En die Anijs, 2,36. En dan Patrick Derwel, de broer van Ronald, die postdoorspringer geweest is, die zei van, ja, je kunt daar een bol aan zijn been hangen, die springt daar nog over. Maar die was zodanig getalenteerd, hè, die Anijs. Die... waarschijnlijk het strafste Belgische record dat we ooit hebben gehaald. Ja, dat is nu absoluut nog wereldniveau. De gouden medaille die was uiteindelijk voor Hamish Kerr. Wat vinden jullie nu het mooiste? 1 gouden medaille of 2 die toch delen? Ja. Toen was dat ook de eerste keer dat ze deelden. Hè. Ja. En dat was dan zo'n symbolisch gebaar. En dat zijn echt vrienden. Hè. Ja. Dat zijn echt maten. Hè. Die trekken ook voor de rest samen op. En hier ja, was er geen connectie tussen die twee duidelijk. Nee. Hè. Nieuw-Zeeland en Amerika. Ligt ver bij elkaar, denk ik. Dus, maar in alle geval, ja. Ja, ik vond het wel dapper dat ze dat wilden doen. Zo. Ja. Alleen. En dan, ja. Kiezen is verliezen. Hè. En dat was nu wel duidelijk. Ja. Wat zou Remco Evenepoel doen, Mark? Je zou wel springen, ja. Ja, vol een bak, tuurlijk. Ja, dat is competitie. Ja, ja. Het is Olympische Spelen. Hè. Dat is waar. Nochtans springen. Ik vind dat voor allebei veel te zeggen is. Ja, het is moeilijk met een fiets. Maar als je natuurlijk met 2, zeker is zeker. Hè. Dat is waar, dat is waar. Ik stel voor dat we ook eens naar de andere Belgen gaan kijken en dat we het rapport van Mark erbij nemen. Om nog even in het atletiek te blijven. John Heijmans. De atletiek. Ik zei het, hè. Dat is niet goed. Hè. Sorry, Frank. Taalman van de VRT. 7 op 10 voor John Heijmans en Isaac Imedi op de 5000 meter. Klassiek nummer. Finalisten, alle twee. Een Olympisch diploma voor Kimeli. 8e en 11e, dat is echt wel goed. Hè, ja, dat is zo'n zwaar bezet nummer. Ja. En John Heijmans liep met een tattoo. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat wel verwijderbaar was. Ja. Ja, het was geen permanent. Het was meer een sticker dan een tattoo. Nee, ja, een beetje een revelatie op en naast, naast de piste. Zeker naast ook. Ja, ook flamboyant bio-ingenieur ook. Dus ja, kan niet mislopen. Nee, een wit voetje in deze podcast. Dus hij moet natuurlijk in de toekomst wel bevestigen qua tijden dan. Hè? Want je kunt niet alleen via Instagram overleven, want hij zit fantastisch. Het is een fenomeen op Instagram. Ja, op Instagram ook. Hij beheerst dat. Als je ChatGPT beheerst, dan zul je ook wel Instagram aankunnen. En daar zet hij dan filmpjes op. Gisteren ook, na zijn wedstrijd, zit hij met enorm veel desserts, chocomousse, allerlei kilo's. En begint dat dan op te eten en spreekt een soort Engelse boodschap. Het is wel, manneke mag jou de tijden zullen beslissen of hij dat ook zal overleven. Maar ja, hij liep slim gisteren ook. Hoor. Ja. En ja, voor zijn, ja, laat ons zeggen, kwaliteiten was die 11e plaats echt wel zeer goed. En toch even zeggen dat Inge Britsen, mijn vriend uit Noorwegen, met ruime voorsprong gewonnen heeft. Ja. Dus even zeggen toch. Dat is hier ook voorspeld in de podcast. Ja, uiteraard. Op de marathon kregen Michael Somers en Koen Naert respectievelijk beter een 7,5 op 10 en een 5,5 op 10.
Met bloedend hart, zeker wat Coenaerts betreft. Ja. Ja, fantastisch figuur. Een van de beste interviewees uit de Belgische sport. Ja, ook gisteren. Altijd zinvol, altijd doordacht, altijd voorkomend, beleefd. Fantastisch figuur, maar ja, hij is zichzelf gewoon tegengekomen. Ja. Hij wist zelf niet goed wat er gebeurd was. Darmklachten blijkbaar. Ja, dood en doodjammer. Iemand die weer ongelooflijk voor zijn sport leeft. Tot in de allerkleinste details gaat. Echt op het bijna absurd bio. Dus zichzelf helemaal ontleed. Bio-ingenieur. Nee. Verpleger. Nee. En dan is dat dan dood en doodjammer dat net op die day, dat je dan een off-day hebt. Ja, inderdaad. En dus, wat zo, die winnaar, die Tolu, die Ethiopiër, die liep normaal niet mee. Hè. Nee. Die is ingevallen voor, wat zeg ik, de vierde man. De backup. Dat wilde. Ja, hoe het leven kan gaan. Ja, absoluut. Ik bedoel, een blessure bij een ploegmaat. Hè, en dan zit hij in de groep. Oké, loop maar mee, loopt alles kapot. Ja. Dan verandert uw leven helemaal door één klein detail. Hè. Zoals de winnares bij de vrouwen in de wegrit. Hè. Ook maar als opgevist, die Faulkner. Dus ja, die Faulkner. Dat het allemaal zijn ook niet kan mee. Lopen. Ja. Dat is het mooie op de Olympische Spelen. Hermien Peters, die kreeg een 7 op 10 voor haar 7e plaats in het kajakken. Ja, zware sport. Een van de vele onderschatte figuren. Een van de vele figuren die in die overvloed wel eens verdwijnen. En dat is doodjammer. Dat zijn hun vierjaarlijkse momenten van glorie. En dan, op een bepaalde manier wordt dat dan toch onvoldoende naar waarde geschat door het grote publiek, door ons. Dat zijn type sporten waar je echt een medaille moet halen om voor het voetlicht te geraken. En dat is het Lionel Cox-syndroom. Ja. Een zilveren medaille, die gaat dat voor de rest van zijn leven meedragen en die blijft voor de rest van zijn leven ook daarop aangesproken worden. Maar dan een 7e plaats, dat is dan doodjammer. Dat is een schitterende prestatie, maar dat gaat vervagen. Of je moet een opvallend interview geven. Ja, dat inderdaad. Ja. John Heijmans, een beetje Zotternetjes, Victor Schelstraten, dat type figuren. Ja, dan, of Mieke Gorrissen, de meest authentieke Olympier aller tijden, bij wijze van spreken. Nog duurder misschien. Ja, wel. Kijk, ja, dat was zuiver. En ook nadien, echt wel het hart op de goede plek. Op. Ja, fantastisch. Ja, mooi. Ja. En dan hebben we nog... Lerares wiskunde, hè. Wetenschappen, denk ik. Wetenschappen, fysica. Bent u eigenlijk fan van job? Dat vraag ik mij ook af. We hebben nog twee mannen die flirten met een buis. Fabio van den Bos en Lindsay de Velder, die 11e werden in de ploegkoers. Mark, jij wilt er nog iets over kwijt? Fluisterde een vogeltje mij in. Wel, we hebben het er gisteren of eergisteren over gehad, dat ooit van het Olympische programma is verdwenen, is geschrapt geweest, 2-3 spelen lang. En wat we gisteren gezien hebben, is geen overtuigend argument om het erop te houden. Wat een chaos was me dat. Complete chaos. Vallen. Het is gewoon afwachten tot er eens twee in het ziekenhuis belanden. Het is ook sportief oneerlijk. Het is onoverzichtelijk. Dus nee, ik denk dat het IOC nu denkt van, samen met breaking zou ik zeggen afvoeren. Oké. Breaking? Als de mensen van het IOC luisteren, kunnen ze daar iets mee doen. Dat komt wel binnen bij die mannen. De finale van gisteravond, dat was de mannenfinale in het basket. Ja. Hebben jullie gekeken? Jij wel, Frank? Ja, tuurlijk. Hè. Tuurlijk, het was ook Anderlecht de Wagel. Ja, tuurlijk, maar dat kunnen we uitgesteld. Het is een keuzes maken. Okay, hoeveel was het? 1-1 voor Anderlecht, denk ik. Een waardige bekroning voor een fantastisch toernooi, vond ik het. Het baskettoernooi was ongelooflijk boeiend. De halve finale, USA-Servië, was fantastisch. Dit was bijna even goed. Zeker de laatste kwart. Stephen Curry, ja. Ja, natuurlijk. Die was niet goed begonnen. Hè. Hij gooide er alles naast, maar dan plots krijgt hij een soort goddelijke ingeving. Gooit hij daar 4 driepunters naar elkaar. En die laatste, dat was echt een hele moeilijke. Hè. Ja. Dat is een fenomeen. Hè. Natuurlijk, we moeten misschien ook wel eens stoppen met te zeggen van dat mannen van een ander paleis komen. Die komen niet van Mars. Hè. Die komen gewoon uit de Verenigde Staten en daar spelen ze top basketbal. Dat zijn straffe gasten. Ze zijn ook arrogant, hè, want ze vinden van, van ons moet je afblijven. Maar die Fransen, die vochten echt wel goed. Mm. Met dat publiek, dat alleen was wel een fantastische match. En het is ook atletisch. Je hebt ook om de 2-3 minuten een hoogtepunt of zelfs vlugger. En je kunt in 50 seconden plots nog een achterstand van 8 punten goed maken en zo. Basket is echt wel een tv-sport. Ja, meer dan voetbal nog eigenlijk. Ja, nog meer dan voetbal, moet dat eigenlijk toegeven. Want voetbal kan 90 minuten niks gebeuren. Ja. Dat is in basketbal onmogelijk. Nee. Zelfs als het slecht is. Inderdaad. Collega Maarten, mag ik nog even onderbreken? Ik moet Frank even afstrijden. Ik vind dit dus wel bijna buitenaards wat Curry doet. Ja, maar bedoel, dat een mens dat kan. Twee verdedigers op zich. Twee koppen groter, want Curry is eigenlijk een klein ventje.
En dat hij dan toch met op anderhalf been hangend, scheef hangend, met eerst dribbelend achter zich. En dan Dat deed die vrouw, Johannes van de Fransen, ook in die hele match. Dus ja, maar dan, die kan dat één keer. Ja, dat is waar. Met toeval, maar hij gooit er dan vier op rij. En elke driepunter was net iets moeilijker dan de voorgaande. Ik kan niet zeggen dat niet fenomenaal is wat die doen. Maar om dan nu om de twee minuten te zeggen van... Ik vind dat dus grote kunst. Hè. Ik wil daar drie vleugels van het Louvre voor inruilen qua kippenvel. Twee vleugels? Per vierkante centimeter. Ja. Echt grote kunst. Grote kunst, ja. Ook kunst is onze collega Maarten Delvaux, die de persconferentie van de Amerikanen is gaan volgen. Daar zat Stephen Curry ook. En die had zelf dit te zeggen over zijn prestatie. There's faith in whatever happens, but... That was at the end of a solid flurry of those shots, and at the end of the day, all I saw was the rim. I didn't see who was in front of me. I knew it was kind of a late clock situation, but that impressed me. I impressed myself. I impressed myself. Het is mooi dat ook NBA-sterren dan nog kunnen uit zichzelf impressen. Nu hij hoort of hij, dat hij ook het Louvre in de plaats krijgt. Vooral onder druk. Dat is het straffe. Je doet dat op het moment dat moet. Niet zomaar even in een bijzaaltje. Of zoals Eddy Anijs ergens in het Gentse. Dat is een enorm verschil. Hè? Ja. Dat is wat Jean-Marie Pfaff die presteert op het moment dat moet. Want dat kon Jean-Marie Pfaff echt wel. Ja. En anderen, die chokten. En dat is het verschil. Die versnelling bijzetten op momenten dat moet, dat kan Remco ook. Hè? Ja. Dat is zoiets. Als het moet, moet het. Ja. Ik ga ook een versnelling bijzetten, want als het moet, dan moet het. Er wordt vandaag gefietst door Lotte Kopecky. Ja. Die is er om 11 uur aan begonnen in het Omnium, haar gouden missie, want we maken opnieuw kans op een medaille. Om 11:30 is er ook de troostfinale van de Cats tegen Australië. Het zou dus kunnen dat we al een medaille hebben tegen dat deze podcast online komt. Zijn er verder nog dingen waar jullie naar uitkijken op deze laatste dag van de spelen? Er is nog de slotplechtigheid. Ja, inderdaad. Ja. Gaan jullie kijken? Ik moet hier morgen nog verschijnen om iets erover te zeggen. Ik heb dat soms liever dan de openingsplechtigheid, die vaak te lang duurt. Dat is vaak showing off. En wat kunnen wij allemaal? En ze kunnen niet stoppen. Parijs, het was fantastisch. Het mocht een uur korter. En bij de slotplechtigheid, dat gaat er losser en vrediger. En ook qua muziek zal het wel goed zijn. De beste Air Phoenix, de beste popmuziek uit Frankrijk wordt eigenlijk verwacht. Net zoals in Londen was dat eigenlijk ook zo. Hè. Die slotplechtigheid was gewoon een soort jukebox. Hè. Ja. De Spice Girls, een reunie van de Spice Girls. Dus ik kan zeggen dat ik ook de Spice Girls live heb gezien. Oh, de Kings, The Who, Madness. In 2000 heb ik de slotplechtigheid gecommentarieerd. Ja. Midnight Oil kwam, dat was echt fantastisch. Midnight Oil, met die grote kale. Peter Garrett, Kali Minogue ook zeker, Al McPherson liep daar ook rond. The Body, die zong niet, maar die liep daar rond. Topmodel voor de jongeren. Dat ziet je niet in de podcast. Nee. The Body. Ja. Nee, maar slotplechtigheid, dat heeft iets vrolijks. Ja. Philippe Meyrade ook, die dan zilver gewonnen had. Die kroop toen op het podium en is daar dan afgezweerd door de security. Ja. Dat mocht er niet opkomen, maar Philippe Meyrade had gewet dat hij dat ging doen. Maar... Ik zie John Heijmans het ook nog wel. Of Victor Schelstraat. Ze hebben die er echt afgegooid. John Heijmans eraf gooien lijkt me nog haalbaar. Victor Schelstraat. Ja, dat zijn toch niet proberen. Een paar stoere boys. Misschien is hij nog thuis. Nee, goed. Ik stel voor dat je die uit de studio gooi ook en dat wij ons opnieuw in de zetel gaan zetten voor een dagje Olympische Spelen, waar wij morgen op gaan terugblikken. Bedankt Mark om hier alweer te zijn. Bedankt ook Frank. Bedankt Bert voor de productie. En bedankt aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. Uiteraard zijn we er morgen ook weer voor het laatst. Tot dan.